Watertoren. Wat een drukke periode zullen jullie meteen ook hebben, zeg. Ja, het wordt lekker druk. Ja. We spelen januari en februari door heel Nederland. En dan hebben we ook nog eens een super vet tour in het buitenland vanaf maart. Niet te doen, zoveel data zag ik staan. Het is echt, waar je ook woont in Nederland, jullie komen in de buurt. Het is van Middelburg naar Rotterdam, Leiden, Breda, Nijmegen natuurlijk. Groningen, Maastricht, Den Haag, alle kanten op. Ja, zeker. Ja. Er zijn ook een aantal uitverkocht en zo. Dus ik ben heel blij met hoe het gaat. Ik ben trots op mezelf. Mooi zo, en terecht. Ik ben trots op mezelf. Er mist wel een datum. Heb je het misschien over Eurosonic, wat we gaan doen? Ga je Eurosonic doen? Ja, dat mocht ik zeggen, geloof ik. Ha, mag ik dat bij deze bekendmaken? Ja. De staat staat ook op Eurosonic 15 januari. Gefeliciteerd, joh. Hé, hey, dankjewel. Ik ben er heel blij mee, want ik vond Eurosonic heel vet. En we hebben er altijd heel veel aan en het is altijd heel leuk daar. Dus, Ja, dat zorgt natuurlijk voor dat je door heel Europa kunt gaan spelen. Op dat Showcase Festival is iedereen uit heel Europa aan het kijken. Ja, zeker. We hebben daar regelmatig gespeeld en we hebben er eigenlijk altijd iets aan overgehouden. Het is niet voor niks dat wij nu in Wenen spelen voor het eerst en dat soort dingen. Dus dat is, dat heb je... Bij dat soort shows heb je daar echt wat aan. Eerste single die we nu natuurlijk al hebben mogen leren kennen is Pep Talk. Klinkt als classic de staat, maar ook op zich is het niet een opsteker, hè? Lyric-wise, qua tekst. Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ik vind het zelf op zich wel. Maar het gaat uit van het idee dat de wereld niet meer te redden is. Maar dan kunnen we beter maar gewoon heel veel plezier maken met z'n allen. Dus ik vind het zelf eigenlijk wel een fijn idee. Als je denkt van ja, het heeft toch allemaal geen zin meer. Maar dat is eigenlijk ook een heel bevrijdend gevoel, weet je wel. Ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf, dat heel erg hebben. Want het weekend na de aanslagen in Parijs was ik druk aan het uitgaan. Ik had zelfs een vliegtuigticket naar Berlijn om daar uit te kunnen gaan. Ja. En dan denk je, ja, op zich kan het ook heel gevaarlijk zijn. Maar ja, laten we dan maar feestend gaan. Ja, een soort van gevoel van drama kan ook zorgen voor een soort van extreem gevoel van fuck it. Ja, daar gaat het nummer een beetje over. Oké, dus begrijp hem wel goed nu. Ja, ik denk het wel, ja. Oké. Hoe zit het dan met de rest van het album? Kun je hem een beetje, als je Pep Talk hoort... is dat dan representatief voor de rest of niet? Vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Ik ben heel blij met de plaat. Hij is zeker anders dan de vorige. Icon was vrij rijk gearrangeerd, zeg ik altijd maar. En deze is wat leger geladen op een bepaalde manier. Wat duidelijker, denk ik, op een bepaalde manier. Soms ook fucking poppy. Fucking poppy. Fucking poppy. Ja, zet dat maar op Twitter, mensen. Er zit van alles in. Ik ben er heel blij mee. Volgens mij zijn we er allemaal heel blij mee. En we hebben voor het eerst het hele proces zelf gedaan in de studio. En dat is super cool. Ja, dat heb ik afgelopen zomer al even kunnen zien toen ik bij jullie in de oefenruimte was in Doornroosje. Dat van A naar Z bij jullie thuis kan worden opgenomen nu. Je bent al wel even met de mixer, denk ik, naar buiten gegaan dan toch? Ergens anders laten doen of je hebt het ook zelf gedaan? Nee, dit is voor het eerst dat ik zelf de engineer was. Dus de dude die de microfoons neerzet. En ook voor het eerst, bij de vintage version heb ik ook zelf gemixt. Maar dit was voor het eerst dat ik het aandurfde om het hele proces zelf te doen. Dus van het opnemen tot het mixen. Wow! Maar dat is ook heel cool. We zitten nu in de studio, dus in het oude Doornroosje. En we hadden nu gewoon de tijd, ik had ook de tijd om mezelf aan te leren hoe ik dat nou eigenlijk goed moest doen, weet je wel. Je zei al even dat je hartstikke trots was, maar is het nu ook extra spannend omdat je zelf de ballen hebt gehad om van A naar Z dit product af te maken? Ik weet niet of het extra spannend is, het is altijd heel spannend, maar het is wel ons vierde album. Dus het voelt voor mij ook een beetje van, dit is nog meer de staat. Zo van, als je een eerste album hebt, is het zo, ja, dit is wat we zijn. Of zo, als je het leuk vindt, dan... Ja, dan vinden mensen het leuk. Als ze het niet leuk vinden, dan hoort niemand het. En het tweede album is altijd, vond ik heel spannend. Omdat je dan een soort van gevoel hebt. Ja, dit moeten mensen ook leuk vinden of Do zo. Or die. Of weet ik wat. Ja. Of niet. Maar, geen one day fly zijn. Ja, en het derde is een soort van bevestiging. En dan vierde is zo van, het is ook een heel goed gevoel dat er al heel veel kaarten zijn verkocht voor de shows. En een aantal zijn uitverkocht. Terwijl mensen nog helemaal niks hebben gehoord van de nieuwe plaat. Dus ik heb zoiets van, ja, we zijn nu de staat. Mensen weten wie wij zijn. Ik heb het idee dat mensen benieuwd zijn naar wat we nu gaan doen. En, dus het is wel iets meer ontspannen. En nu ik het ook zelf heb gemixt en zo, voelt het ook zo van, dit is wat ik heb gedaan. Ja. Als mensen het niet tof vinden, of als mensen het wel tof vinden, dan is het ook wat ik heb gedaan. En ik sta er helemaal achter, weet je wel. Toen de Foo Fighters deze week de St. Cecilia EP losgooide, kreeg ik er heel erg een indruk bij dat het nu gedaan was met de band. En dat het eigenlijk best wel een verplichting was geworden, die band. Mm. Als ik jou nu zo spreek over de staat, heb ik totaal het tegenovergestelde gevoel. Ja. Ik heb het idee dat er is nog zoveel te ontdekken ook voor ons als band. En we hebben nog allerlei plekken waar we naartoe kunnen gaan. En ik vind het nu pas eigenlijk echt leuk worden.
Waar ligt dat dan aan? Controle en bekend terrein op zich? Nou ja, we hebben gewoon een publiek die er voor ons is al. En dat is al een heel fijn gevoel natuurlijk. En ik heb het gevoel dat we heel veel nog kunnen ontdekken. En dat is ook... het is niet voor niks dat we nu alles zelf hebben opgenomen in de studio. Omdat we kunnen telkens van dat soort stappen maken. En dat maakt het creatief proces, vind ik, heel tof. Want je kunt bezig zijn met video's maken, waar we nu ook steeds meer mee bezig zijn. En het is gewoon heel... Dus, ja, in een band zit dus niet alleen liedjes maken, weet je wel. Je staat op een podium, je zit in de studio. En je denkt na over artwork, je denkt na over video's. Ja, al dat soort dingen. Dat blijft gewoon leuk voor mij.